En als de kinderen klein waren, want ik heb zo van die grote vormen, een beer, een konijn. Want dan bij zijn verjaardag in het school, dan moesten ze trakteren. Mijn moeder maakte nog eens een cake. Dat is hetgeen dat ik het meeste maak. Dat is al een recept dat al jaren dat oud is. Ik denk dat iedereen, een huismoeder die graag bakt, denk dat iedereen dat kan cake maken. Maar ja, je moet het altijd niet ver gaan zoeken, hè. Want er zijn zo'n lekker gerechten die zo gemakkelijk te maken zijn. Er is eigenlijk toch geen werk aan. Ik bedoel, ik heb wel wat afwas, maar als je dus in het was er toe eigenlijk een keer moet, hoe lang duurt het ondertussen dat dat draait, kunnen nog iets anders. Eigenlijk belangrijk is dat je boter en je eieren op kamertemperatuur zijn. Dat is heel belangrijk. Vroeger dan moest dat met de kloppen of de garter, zoals we noemen, met de hand gedaan worden. En dat was het een heel bedoeling, want dat duurde niet lang. En daarmee was het helemaal belangrijk dat je boter goed op kamertemperatuur is. Want anders kon je dat gewoon niet kloppen. Je moet dat zelf zien, ik kan niet zeggen, ik ga dat zo lang kloppen dat ze nog een aantal oud koud dat je boter is ook, op temperatuur. En maar op het moment dat dat zo licht wordt en zo'n beetje crème beurachtig, dan voor de tijd dat je het weer. Als ik nog thuis was, pakte ik het al. Van school gekomen, ze waren in school. De middelbare school, en dan kregen er ook al bakles in en kookles. En ik heb dat altijd graag gedaan. We moesten bij heel de week hard werken. Hè. Dan was er geen tijd voor cake te maken, absoluut. In de week niet, maar dan zaterdags. Of zondagsmorgens voor dessert. Hè. Ik doe er platte kaas in, ik vind dat heel lekker. En dan maakten we cake, ook niet zo zwaar. Ik zou nooit margarine gebruiken in mijn cake, ik vind dat. Dat gaat gewoon niet. Omdat dat geen smaak heeft, ik heb iets tegen margarine. Ik gebruik dat ook niet, ik heb dat niet in de keuken. Hè. Ik gebruik dat nooit. Olijfolie, boter. Hè. En ik durf wel eens zo voor te bakken, zo van olijfolie, speciaal voor vlees en zo te bakken. Dat wel, hè. Maar voor de rest nooit geen margarine. Ik vind dat niet lekker. Het belangrijke is goede verse ingrediënten, vind ik. Groente, fruit, noem maar op. En zeker wat ik ook belangrijk vind, koken volgens het seizoen. Die boontjes die er van Kenia komen, hoe lang zijn het onderweg? En ik vind dat die geen smaak hebben. En waarom moeten bonen in de winter eten? Het bonen nu. En het in de winter, kolen en savoyen en schorsenelen, dat is, ik witloof, er is zoveel in de winter.